Dit haalde minister Mashano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu gisteren aan bij de proclamatie van de Nationale Milieuautoriteit. Hij vindt dat een gezonde ecologie de basis vormt voor een gezonde economie. Economische activiteiten moeten aangepast worden aan de natuur, aangezien het milieu beschermd moet worden voor de komende generaties. En als ik met de pet van de minister van Ruimtelijke Ordening praat met de milieuorganisaties en ze vertel over de ruimtelijke planning voor de landbouwsector, de energiesector, de mijnbouwsector met de oil- en gasproductie die op komst is en de infrastructurele sector die allemaal een impact kunnen hebben op het milieu, zeggen ze vaker aan mij, we willen niet dat het milieu eronder leidt en we willen zo min mogelijk activiteiten die impact hebben op het milieu. En als ik mijn andere pet optrek, de pet van minister van Milieu, en praat met de private sector en we praten over milieubescherming, en dan zeggen zij aan mij, maar minister, de samenleving wil wel toch werkgelegenheid, voldoende werkgelegenheid. De samenleving streeft toch naar economische ontwikkeling om het welzijn van de mens te bevorderen. Ik zeg. De milieuminister zei verder dat zijn departement gericht is op duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waarbij de ruimte beheerd wordt voor de huidige generatie, zonder dat de behoeften van toekomstige generaties in gedrang komen. Dasai is zich ervan bewust dat de economische activiteiten in ons land toenemen. En de vraag naar land en de behoefte aan landgebruik, lucht, water en bodemvervuiling, landdegradatie en CO2-uitstoot vormen allemaal wereldwijd een zeer urgent probleem. Dit dan vooral tegen de achtergrond van de behoefte aan behoud en bescherming van het natuurlijk milieu. In Suriname is de uitdaging steeds meer merkbaar. De druk neemt toe voor het behoud van uitgestrekte hoeveelheden bosrijk gebied. We zitten met uitdagingen op het gebied van afvalbeheer en pollution prevention en pollution control. En het ministerie van ROM streeft naar een structurele en geïntegreerde aanpak van alle activiteiten die van invloed zijn of kunnen zijn op het milieu. Minister Dasai benadrukt dat de bescherming van het milieu voorop moet staan. En tot zover de lokale berichten in het journaal.